Er is iets onmogelijk gebeurd. Ik heb dit weekend deze trade gelezen, Fantastic Four, volume 8, The Bride of Doom. En ik heb daar zowaar van genoten, maar echt. Ik vond dat een geweldig leuk verhaal. Nu hoor ik mensen al denken, is dat nu zo speciaal? Is de Fantastic Four anders zo slecht? Nee, integendeel. Ik zou zelfs zeggen dat buiten Spider-Man, dat op eenzame hoogte zit, dat Fantastic Four zo ongeveer mijn favoriete Marvel-reeks is. Alleen, ik zal het laten zien, is dat geschreven tegenwoordig door de heer Dan Slott. En voor de mensen die het niet moesten weten, ik heb een gigantische hekel aan die man. Waarom? Ja, heel simpel. Dat was een van de schrijvers die Spider-Man heeft overgenomen bij Brand New Day. Nu, dat is sowieso al geen goed begin, want ik had een hekel aan wat er gebeurd was in One More Day. Brand New Day vond ik ja, eigenlijk een vermindering van kwaliteit, een vermindering van diepgang in de verhalen. Dan Slott was er een van de schrijvers van, die heeft na, denk een jaar of twee, heel de reeks overgenomen, dat hij de enige schrijver nog was. En het probleem daarvan was dat die verhalen op geen zak trokken. Op zich had hij altijd goede ideeën. Ik bedoel, dat waren leuke concepten. Ik kan begrijpen als je die concepten pitcht op een redactievergadering bij Marvel, dat iedereen daar enthousiast over is. Die had ideeën af. Stel dat heel New York spinnenkrachten had. Stel dat Dr. Octopus ineens in het lijf van Spider-Man zat. Stel dat Spider-Man ineens, allee, Peter Parker, opeens directeur was van zijn eigen bedrijf. Allee, allemaal heel leuke concepten op papier, alleen de uitwerking trok op niks. Het was altijd dat je de eerste twee issues las en dat je zei, dit zou wel eens een leuk verhaal kunnen worden. En ja, dan verwaterde dat. En dan begonnen personages dingen te doen waarvan dat je zei van, nee, zo zijn die niet. Zo. Dan begon Peter zich te reageren als een kleuter van 5 jaar in de plaats van de volwassen man die hij tot voor One More Day was. Een stom voorbeeld. Dus na Superior Spider-Man, nadat Dr. Octopus in het lichaam van Peter Parker had gezeten, had Peter ineens een groot bedrijf. En op zich, leuk concept. Alleen wat dat mij gigantisch steurde, was dat bij wijze van spreken, als er een grote bestuursvergadering was, ja, dan was meneer Peter Parker ineens vertrokken. Nu, ik begrijp perfect. Er is misschien een heel belangrijke vergadering die belangrijk is voor de toekomst van uw bedrijf, die belangrijk is voor al uw werknemers. Maar de wereld is in gevaar. Of er worden mensen vermoord op de straten. Dat Peter Parker dan kiest om Spider-Man te zijn, geen probleem mee. Alleen gebeurde het ook soms dat Peter Parker ervoor koos van wat te gaan rondslingeren. Gewoon niet omdat er ergens gevaar was, maar gewoon omdat hij geen zin had in een bepaalde meeting bijvoorbeeld. En sorry, dat is niet Peter Parker. Dat is misschien Peter Parker van de tijd toen dat Steve Ditko nog tekende. Maar dat is niet de Peter Parker die ik ken. Dat is niet de Peter Parker zoals dat hij geëvolueerd is. Met andere woorden, bij uitzondering van de reeks Superior Spider-Man, dus de periode dat Dr. Octopus in het lijf van Peter Parker zat, heb ik mij enorm, maar enorm geërgerd in Spider-Man geschreven door Dan Slott. Zozeer zelfs dat ik mijn momenten dacht van die mens die moet dood. Die gaat zelf er niet mee stoppen, die is al 10 jaar bezig. Iemand moet die een kopje kleiner maken. Allee, het is heel erg van zo te zeggen, maar op een bepaald moment begon ik zelf zo te denken. Nu, op een bepaald moment is die gestopt met Spider-Man. Na meer dan 10 jaar. En dan is die begonnen met Fantastic Four. Dus ik dacht van, ja, lap. Hij heeft eerst 10 jaar
mijn favoriete personage kapot gemaakt en nu gaat hij hetzelfde proberen te doen bij de Fantastic Four. Maar wonder boven wonder vond ik dat zijn, vind ik tot hiertoe wat ik ervan gelezen heb, dat zijn Fantastic Four eigenlijk best wel meevalt. En ik denk dat dat ook een klein beetje is doordat, ja, Dan Slott is zelf altijd heel vocaal om te vertellen dat hij een heel grote comic fan was en dat hij een boekje had waarin dat hij ideeën, concepten en zo opschreef. En voor Spider-Man werkte die concepten niet. Maar om een of andere reden werkt dat voor Fantastic Four wel. Ik heb de indruk dat hij iets beter doorheeft wie dat de Fantastic Four zijn dan dat hij doorhad wie dat Spider-Man was. En in dit deel, The Bride of Doom, moet ik zeggen hier, ja, sorry, dit is gewoon puur fun. Ik had nooit gedacht dat ik dat ging zeggen over een slotverhaal, maar dit is puur fun. In die trade zitten er een aantal, zitten er 5 deeltjes. Het eerste deeltje is gewoon een verhaal waarin dat Reed Richards en Ben Grimm ergens in een onbekende dimensie terechtkomen en daar een avontuur beleven. Heel leuk verhaal, niet meer, niet minder. Je hebt dan ook het laatste issue dat in deze trade staat, dat een 60-jarige verjaardag issue is van de Fantastic Four, getekend door John Romita Jr., wat dat zeker ook een pluspunt is. En met een verhaal waarin dat verschillende interpretaties van Kang samenwerken om de Fantastic Four aan te vallen in verschillende tijdvakken. Dus ik denk dat de Fantastic Four, net nadat ze zijn opgericht, worden aangevallen. De Fantastic Four net voor Onslaught. De Fantastic Four ongeveer de periode dat de Future Foundation is opgericht. En de huidige Fantastic Four. En het leuke is ook dat dat eigenlijk is opgevat door in kleine hoofdstukjes. Dus elke keer als er een Kang een bepaalde Fantastic Four aanvalt, begint dat eigenlijk met een cover in de stijl van hoe dat toen de Fantastic Four covers waren. Dus leuk, niet meer, niet minder. Het wordt pas echt leuk wanneer dat het hoofdverhaal, wanneer dat je dat begint te lezen, The Bride of Doom. Nu, het verhaal, The Bride of Doom, start met een tentoonstelling van Latveriaanse kunst. En Victorious, de bodyguard van Dr. Doom, loopt daar ook rond voor de tentoonstelling te bewaken. Voor de Latveriaanse kunst te bewaken. En de Fantastic Four komen daar langs. En Johnny Storm heeft zijn soulmate Sky mee, die hij in een van de vorige trades heeft leren kennen, waarmee dat hij zogezegd echt wel een connectie mee heeft. Ze hebben dan ook soul-armbandjes aan, waardoor dat ze elkanders gevoelens echt wel voelen. Blijkt dat hij niet met Sky is uitgegaan, maar met Leia, de Skrull waar dat hij vroeger mee getrouwd was, die zich als Sky vermomd heeft. De echte Sky komt daaraan, krijgt daar natuurlijk uiteindelijk een discussie, wat ruzie. En ja, er is een klein gevechtje. En dan krijg je een scène van de dag erna, waar dat Johnny Storm eigenlijk wakker wordt naast Victorious. Dus hij heeft daar de nacht mee doorgebracht. Sky weet dat, want ze hebben hun soulband aan. Dus zij heeft gevoeld wat Johnny Storm voelt. En ze wist natuurlijk dat hij dat niet voelde samen met haar. Nu, Johnny Storm wordt wakker bij Victorious. En plots krijgt Victorious een oproep van Dr. Doom. Dr. Doom die haar ten huwelijk vraagt. En ze gaat daarop in. Dr. Doom vraagt Mr. Fantastic ook als getuige van zijn huwelijk. Wat wil zeggen dat de Fantastic Four dat huwelijk gaan bijwonen. Dr. Doom heeft ook beloofd dat iedereen die het huwelijk bijwoont, dat hij al die hun zonden gaat vergeven. Dat ze met een clean slate kunnen vertrekken. En Reed Richards vindt dat misschien geen slecht idee. In de veronderstelling dat een gelukkige Doom een minder slechte Doom was. En als die geen reden meer heeft om de Fantastic Four aan te vallen, is dat een plus.
Zij gaan naar Latveria, dat loopt allemaal goed en dat is allemaal, lijkt allemaal goed te komen tot het moment dat aan het altaar Victorious toegeeft aan Dr. Doom dat ze de nacht heeft doorgebracht met Johnny Storm. Waarop dat Dr. Doom natuurlijk enorm kwaad wordt, er een gigantisch gevecht plaatsvindt en een gevecht dat ook gevolgen gaat hebben voor een van de personages van de Fantastic Four naar de toekomst toe. Maar bon, ik ga dat niet spoilen, dat moet je zelf maar lezen. Maar om een of andere reden zijn die issues gewoon pure fun. Ik had nooit gedacht dat ik het ging zeggen, maar dit is een comic die door Dan Slott is geschreven en die gewoonweg een aanrader is. Dus ik dacht, ik ga daar rap een vorstje van maken, want dat is, ja, mindblowing. Dat is de wereld op zijn kop dat ik ooit nog een Dan Slott comic zou aanprijzen. Maar voilà, het is bij deze gebeurd. Ik ga daar niet te veel verder mee over uitweiden, want voordat ik weet, ga ik nog een potje moeten gaan overgeven. Gewoon bij het idee dat er een Dan Slott comic gewoon goed is. Enfin, het is te zeggen, Superior Spider-Man vond ik nog wel meevallen. Maar dit vind ik gewoon weer goed. Dus ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. In alle geval, dat was het voor deze keer. Zet zeker iets in comment. Like de video als je het leuk vond. En tot de volgende. Bye.